Goedendag beste kijkers en welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Ik hoorde dit keer niet het piepje, dus vandaar dat ik misschien wat langer deed met... Goed. In ieder geval, het is kerst, eerste kerstdag en ja, we gaan ontbijten. En wat gaan we ontbijten, dat weet ik zelf nog niet, want volgens mij gaat het weer wel goed. Zo, we gaan dus lekker croissants. En laat ik nou net in mijn vrije tijd vroeger croissant de rollen geweest te zijn. Even kijken hoe ik deze boven leg. Dat heb ik natuurlijk in mijn jeugd hartstikke veel gemaakt. Croissant. Zo. Dat wel goed gaan. Zo, ja, zie je? Kijk eens even. Doet hij met één soepele beweging. Mooi zeg. Het is lekker kerst en we gaan zo meteen lekker de cadeautjes uitpakken. Wat zal daar nu mee zitten? Zo, beste mensen. En voor vandaag hebben we ook een hele speciale kerst visschotel eigenlijk gehad. En weet je wat? Kijk zelf maar hoe lekker die is. Hier de schotel van Spaans op de Westduinweg. Die verzorgt ook ons eten bij met het stapelen. Dus Spaans, hartstikke bedankt. Voor de visschotel. En we gaan er zeker lekker van eten. Zo, even schuif stellen. Kijk eens een mooie lekker croissant. Een croissant bij de kerststukken. En de andere. En nog eentje. Kijk eens jongens. Wat een cadeautje allemaal. Hè? Maar nu lekker eten. En zo meteen de echte cadeautjes uitpakken. En hier zo de cadeautjes. Die hebben we gehad. Luchtje van Lanvin, douchegang. En deze jas heb ik deels van de kerstman gehad. Ik had even met hem gecontact in Alaska. Ik bedoel dat ik had gebeld met de Noordpool. En toen had ik overlegd met de kerstman wat we zouden halen. En toen dachten we van de kerstman van, weet je wat, ik wil best wel die jas voor je halen, maar ik haal hem niet helemaal. Ik zeg, joh, maak even wat geld over, doe het zo. Dus heb ik samen met de kerstman die jas gehaald. Dus half kerstcadeau is die jas, zeg maar. Dus eigenlijk moet ik hem door midden scheuren nou. En dan naai ik hem aan elkaar. Vind je dat wel? Nee. Nou, dus dat zijn in ieder geval de cadeautjes. Zo, hallo beste kijkers. Omdat het altijd zo'n saaie dag is. Dag kerst en zo. In ieder geval overdag is dat saai. Ik ga gewoon even lekker een blokje lopen. Even een rondje om de haven gedaan en zo. Dus even gekeken met wat voor geschut onze Scheveningse broeders. Die zijn gedaan. Dus, moet ook gebeuren. Nou, we gaan nou weer lekkertjes naar huis toe. En dan zien we wat de dag gaat brengen. Nou beste mensen, en op zo'n kerstdag moet je dan ook lekker aan eten. En wat gaan we eten? Let op. Lekker tonijn en kipsalade. En allemaal visdoosjes. Hartstikke lekker. Hallo daar beste kijkers. Daar is hij weer met de kerstboom achter zich. En kijk eens even lekker. Oh shit, mijn vork. Lekker. Ja, daar zo. Op. Ronde 1 jongens. Ronde 1. Jawel. Ronde 1. Smullen. Hallo beste kijkers, ik ga je bij de vlog afsluiten. Het is weer, afsluiten. Ik ga morgen ook vloggen, morgen is de tweede kerstdag. En dan gaat er toch heel wat leuks gebeuren, s'avonds. Hallo daar beste kijkers en welkom weer bij een gloednieuwe vlog. What the fuck? Ik moet mijn vlog soort van afsluiten. Of nou ja, het is in ieder geval avond. Ik ga voorleggen, want morgen is de dag dat wij beginnen mogen. Dus dan ga ik ook doorvloggen tot morgen. Avond. En dan gaan we weer. Ja, wat gaan we doen eigenlijk? Het komt op. Nou, in ieder geval tot morgen. Hallo daar beste kijkers en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Sander's Vlog. Mijn naam is Sander, dit is mijn vlog en ik ben net even weg geweest. We zijn lekker al aan het stoeien geweest met de pallets. Ik mag het nu officieel zeggen, en, want deze vlog die komt toch al een dag later online. En daar zien jullie dus het een en ander van. Dat gaan jullie zo meteen dus zien, of eigenlijk doen we nu.
wat vonden jullie ervan? Maar we gaan natuurlijk even naar huis om even lekker te eten. En moeten jullie eens even kijken. Let jullie eens even op. Kijk eens. Even lekker gourmetten. En er komt er ook zo meteen nog een stokbroodje in met creux de bota. Dus dat wordt weer lekker smullen. En dan gaan we vanavond lekker het strand op. Nou beste kijkers, we zijn even ietsjes later. Ik heb even op bed gelegen. Ik ben moeilijk. Maar ik wil jullie van laten zien. Want ik ga nog even lekker toetje eten. Moet je kijken wat een heel leuk toetje het is. Een pingwin, ja. Nou beste kijkers, bedankt weer voor het kijken naar deze vlog. Ik ben echt gebroken, ben op het strand geweest. Even naar jullie wat een en ander kunnen zien. Oh, het wordt zo'n toptijd. Maar ja, goed. Ik hoop jullie snel te zien. En weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Ik weet niet wanneer. Deze dag is een heel goed vlog. Tot de volgende keer. Maar weer.